Hey, hallo. Ja, dan zijn we weer met een nieuwe video. En in deze video wil ik toch nog een keer terugkomen op de verbinding tussen de vliegenlijn en de leader. Ik heb daar eerder een videootje van gemaakt. En ik heb daar laten zien hoe ik deze verbinding normaal gesproken tot stand breng. Dat heel kort samengevat. We nemen een naald. Je opent eigenlijk de kern van je vliegenlijn tot pak en beet zo'n 3,5-4 centimeter met een dunnere naald. Vervolgens creëer je wat extra ruimte door er ook nog een keer een dikke naald doorheen te duwen. Dan neem je je leader, die steek je netjes op zijn plaats. Je markeer hem met een viltstift. Haal hem eruit. Nou, dan is het normaal gesproken zeg maar zo'n 3,5 centimeter wat hij naar binnen hoort te gaan. Dan schuur je een heel klein beetje je leadermateriaal op aan het puntje. Lijm hem in en druk hem op zijn plaats tot aan het gemarkeerde stukje. Dan weet je zeker dat hij er zo'n 3,5 centimeter in zit. Nou, daarmee creëer je een ongelooflijk sterke verbinding tussen leader en hoofdlijn. Eigenlijk niet eens een verzwakking, want ik heb geprobeerd. Dit is een oude vliegenlijn met een stuk leader er nog ingelijmd. Nou, die krijg ik met mijn handen niet kapot getrokken. Dus ja, dat is eigenlijk onverwoestbaar. Maar het allerbelangrijkste voordeel is, en daarom heb ik dit soort verbindingen geprobeerd te maken, is dat wanneer je een standaard loop verbinding hebt met een standaard leader, dan wordt dat vaak aan elkaar gezet met een zogenaamde loop-in-loop verbinding. Nou, dat werkt als volgt. Je haalt hem door, schuif hem op zijn plek en dan krijg je een verbinding die prima werkt voor alle standaard vliegenlijnen. Als je vist met een kortere leader dan dat je hengel lang is. Want op het moment dat je met een langere leader vist, en zoals je weet vis ik met extreem lange leaders, lengtes tussen de, nou ja, ruwweg tussen de 4 en de 5 meter, dan krijg je het punt dat wanneer je een visdril op het laatste moment die verbinding, en dat is nogal een dikke verbinding, door al die oogjes van je vliegenhengel heen moet. Ja, en neem zo'n snoek dan nog een keer een schot. Dan haft dat. Dat loopt niet lekker soepel er doorheen. Het zal ook beschadigen op den duur. Nou, ik heb op die manier een tijd lang gevist, maar ik kwam er al snel achter dat ik dat toch liever anders wilde. Al is het alleen maar voor het geluid wat je iedere keer hoort als die leader door je die verbinding door je ogen van je hengel heen moet. Dus ja, toen overigens kan ik je nog laten zien, wanneer ik een standaard verbinding maak, heb ik hier een knoop en hier een knoop en daartussenin draai ik de lijnen altijd om elkaar heen. Hè. Dus het uitstekende stuk van je leader met je leader zelf wikkel ik om elkaar heen voordat ik de tweede knoop erop leg. Het voordeel daarvan is dat je dan een prachtige schokbreker krijgt tussen die twee knopen in, waardoor het niet zo is dat de tweede knoop, of wanneer je maar één knoop gebruikt, wanneer je zo'n beetje de trekkracht van je leadermateriaal bereikt, ook direct zal breken. Hier heb je eerst nog een soort van schokbreker om hele korte piekbelastingen op te vangen. Dus ja, dit is de verbinding die we normaal gebruiken, die ik zelf ook gebruik als ik met een kortere leader vis, want het voordeel is dat je ook snel weer je leadermateriaal, wanneer het beschadigd is of wanneer je met een andere verhouding leader wil vissen, kun je die er eigenlijk heel makkelijk weer afhalen, waardoor je heel snel weer een andere leader erop kan zetten. Maar goed, eerder maakte ik dus het videootje om deze verbinding te laten zien. Nou, wat mij betreft de meest ideale verbinding. Maar nadat ik dat videootje heb gepost, bleek toch al snel dat een aantal mensen moeite hebben om het op die manier in elkaar te verlijmen. De manier van verlijmen is in het kort samengevat, wanneer je een vliegenlijn hebt en je wilt er een leader in verlijmen, ga je met een naald in de kern ruimte creëren zodat die leader daarin kan. Nou, de bedoeling is dan zo'n 4 centimeter te openen. Eerst met een dunnere naald, dan met een dikkere naald. Vervolgens haal je de naald eruit. Je steekt de leader op zijn plaats, markeer hem, zodat je precies weet als je gaat verlijmen hoe ver dat hij erin zit.
Dan lieder droog eruit halen, schuur het puntje van de lieder een heel klein beetje op, lijm hem in en druk hem in één beweging op zijn plaats. En vervolgens rol je hem tussen je vingers een seconde of 20. En dan heb je eigenlijk een verbinding die ja, gewoon oer en oersterk is. Maar er zit een maar aan. De maar is dat dit zijn lieders, of sorry, vliegenlijnen van met een gevlochten kern en een PVC-mantel. En PVC laat zich relatief makkelijk vervormen. Dus wanneer ik daar een naald in steek en ik trek hem eruit, blijft dat PVC redelijk op zijn plaats staan. En neem ik er een dikkere naald, rek ik er wat verder op en blijft het ook weer openstaan. Maar er zijn meerdere soorten vliegenlijnen in de handel. En niet iedereen weet precies wat voor lijn dat die heeft. Want naast gevlochten kernen met een PVC-mantel heb je ook gevlochten kern met een polyurethaan-mantel. Of een hybride. Een hybride, een mengsel van een aantal polymeren die dan ja, ook flexibiliteit geven en redelijk schuurbestendig zijn. Het nadeel van andere mantels als PVC is dat ze een wat meer herstellend vermogen hebben. En dat betekent dat wanneer je een naald in die kern van die vliegenlijn brengt, dat PVC in dit geval oprekt, maar bij polyurethaan heeft dat de eigenschap om zich te gaan herstellen. Dat betekent dat als je die ruimte creëert en je trekt je naald weer uit je vliegenlijn, dan zal het wat terugveren en dat maakt het heel lastig om ruimte te creëren en ook heel lastig om die lieder er diep genoeg in te verlijmen. Nou, dat is vervelend, daar heb ik ook voor gewaarschuwd, hè, want met een PVC-lijn geen probleem. Maar ook daar blijken mensen moeite te hebben met het verlijmen. Nou, om een oplossing te bieden die zowel voor het moeilijk verlijmen van een PVC-mantelvliegenlijn of een polyurethaan-vliegenlijn toch mogelijk te maken, kun je het als volgt doen. Als je... Even kijken waar ik mijn naald heb gelaten. Ik zie het niet meer. Waar is dat nou? Ah, hier. Als je de mantel normaal gesproken opent door met een dunnere naald en met een dikkere naald in die vliegenlijn te gaan, kun je in dit geval simpelweg met een dunnere naald voldoende lengte creëren naar binnen toe. Dat doe je met een draaiende beweging. Doe je dat niet, zul je zien dat die mantel zich gaat opkrullen en dat je niet centraal, en dat is erg van belang, door die kern van die vliegenlijn heen zal gaan. Nou, ik pak er een tangetje bij, want dat gaat dan een stuk makkelijker. Niet te kinderachtig. In dit geval zit ik nu al een centimeter of 3,5 erin. Nog iets verder. Dat lijkt me genoeg. Bij de manier die ik eerder heb laten zien, zullen we nu deze naald eruit halen en met een dikkere naald ruimte creëren. Nou, dat blijkt dus lastig voor een heel aantal mensen. Nou, wat we nu doen is, we nemen geen dikkere naald. We pakken het tangetje en we steken eigenlijk de naald door de mantel van de vliegenlijn heen. Op deze manier. Nou, dan trekken we nog een klein stukje verder. En wat we nu doen is, we nemen de lieder die we willen verlijmen. Steken de lieder door het oog van de naald heen. Zo. En we trekken eigenlijk de lieder nu door de vliegenlijn heen. Zo. De naald kant eraf. En dan krijg je dit. Dat is de lieder die naar de onderlijn toe gaat. En dit is het doorgehaalde stukje fluorocarbon. Dan knip ik het puntje waar de naald heeft gezeten eraf. Want dat is mogelijk wat verzwakt. Neem een heel klein stukje schuurpapier
En nu ga ik zeg maar zo'n 1,5 centimeter van die 3,5 ga ik wat opruwen met het schuurpapier, zodat daar de lijm wat makkelijker mee naar binnen toe gaat zometeen. En ook de hechting van de lijm wat beter wordt op het puntje van die lieder. Dat ziet er dan zo uit. Ik trek hem een klein beetje meer op zijn plek. Dan pakken we de secondenlijm. En geloof me, het merk maakt echt niet veel uit. Als het maar een vloeibare is en geen pasteuze, hogere viscositeit, superglue. Zo, puntjes ingelijmd. En nu kun je rustig op je gemak, en dat maakt ook wel een verschil met de andere manier van verlijmen, die lieder op zijn plek trekken. Zo. Hop. Nou, nu draai ik hem weer tussen mijn vingers door. Een seconde of 20, zodat je de lijm de mogelijkheid geeft om zich te hechten en uit te harden. Ja, het kan zijn dat er net een puntje hierboven je vliegenlijn uitsteekt. Nou, dan neem je een nagelknippertje. Ja, dat kun je dan, nou, er zit nu geen puntje, maar bij wijze van spreken op die manier eraf knippen. Nou, dan krijg je weer een hele soepele, mooie, egale verbinding die ook direct enorm sterk is. Die krijg je echt niet kapot getrokken. En of dat een polyurethaan of een PVC vliegenlijn is, maakt in dit geval van verlijmen eigenlijk helemaal niets uit. Wat mij betreft ideaal en berensterk, zelfs geen verzwakking. Een knoop is altijd een verzwakking. Nou, in dit geval durf ik je te garanderen, dat is beslist geen verzwakking van het geheel. Ja, een nadeel is natuurlijk wel dat op het moment dat je een beschadigde lieder hebt en je moet het gaan vervangen, dan zul je hem af moeten knippen en opnieuw daar een lieder in verlijmen. Tenzij de beschadiging op je lieder, bijvoorbeeld door morselen of doordat je ergens achter een tak of wat dan ook hebt gezeten, als die beschadiging niet op het stuk zit, zeg maar bij je vliegenlijn zelf, maar op een afstand korter als 2 meter van je onderlijn vandaan, ja, dan kun je er ook voor kiezen om met een bloedknoop er een nieuw stuk lieder aan te zetten en het beschadigde stuk eraf te knippen. Dat is een keuze die je zelf moet maken. Ik heb in ieder geval altijd een extra spoel met een extra lijn bij me, waar al een lieder ingelijmd zit, zodat als ik een verzwakking in mijn materiaal merk, dat ik simpelweg de spoel wissel, maar opnieuw aanknopen kan. En dat werkt natuurlijk ook prima, maar ik wil eigenlijk altijd kiezen voor optimale sterkte en geen risico's nemen. Dus wat mij betreft beschadigt het, knip ik het af. En dan, ja, dan uiteraard mis je dan een paar centimeter van de tip van je lijn, maar dat maakt mij eerlijk gezegd niet veel uit. Dus ja, voor mij een aanrader en makkelijker te maken als het videootje wat ik eerder heb gepost. En ik denk de ideale verbinding die geruisloos en heel soepel door je ogen heen glijdt. Ik zou zeggen, probeer het eens. En ook wanneer je met kortere lieders vis, ja, werkt dat eigenlijk wat mij betreft ideaal. Maar goed, dat is een keuze die je zelf moet maken. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Maar dit is er in ieder geval één. En wat mij betreft, voor de manier van vissen die ik toepas, is dit de snelweg naar Rome. Ik wens je er heel veel succes mee.